Op 27, 28 en 29 juni 2014 vond de Ursel vervlogen Meteosland plaats. Een herdenkingsweekend om de geschiedenis van de luchtvaart in de hele regio en Ursel in het bijzonder onder de aandacht te brengen. Dit evenement werd georganiseerd door Vliegclub Ursel en werkgroep B67. De voorbereidingen voor het evenement liepen al een gans jaar en de dagen voor het open deurweekend werd alles opgebouwd op het vliegveld om bezoekers een aangename ontvangst te bezorgen. Een van de pronkstukken tijdens het weekend was een Morand Saulnier L Parasol replica, gebouwd door het VTI in Ypres. Deze replica kan zelf niet vliegen en werd per vrachtwagen geleverd en ter plekke terug in elkaar gestoken. Dit DP-8-vliegtuig werd door de Franse luchtmacht gebruikt tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ook de VIP-ruimte, waar sponsors en speciale genodigden werden ontvangen, kreeg tijdens die dagen vorm. De lokale tv was aanwezig om de aankomst van enkele speciale deelnemers te verslaan voor het grootste luchtvaartevenement te Ursel in jaren. Ook de Belgische luchtmacht monteerde ter plekke een van hun deelnemers, een echte F-16 die tegenwoordig als promotietoestel wordt gebruikt op allerlei evenementen. De aankomst van de lokale brandweer betekende echter dat eerst de vliegende deelnemers in aantocht waren voor vervlogen Meteosland. Hier een van de eerste blikvangers. Een van twee Hawk trainingstoestellen van de Britse luchtmacht die in de statische tentoonstelling te Ursel zouden deelnemen. De Hawk is wellicht het bekendst als toestel waar het Engelse demonstratieteam de Red Arrows mee uitgerust zijn. It's Flight Lieutenant Charlie Butterfield. I'm a member of 208 Squadron. We are a Hawk T1 training squadron. And before that, I was on the Tornado GR4 on 14 Squadron. I had two tours in Iraq and one tour in Afghanistan before I became an instructor at RAF Rally. We teach guys their tactical weapons, so air combat and ground attack roles. They spend about 1 year with us before they go off to fly the Typhoon or GR4. We have been to Ursel before. We came here last year and it's very proud for us to be able to represent the Royal Air Force for the history they have here to help open the memorial for the B-67 airfield. De aanwezigheid van deze twee toestellen was een duidelijke indicatie dat de Britse luchtmacht de herdenking te Ursel op het voormalig Wereldoorlog 2 vliegveld B-67, van waaruit zij opereerden, ernstig namen en er hun volle steun aan wilden verlenen. Het gelegenheidsbier Ursels Vliegenierken viel alvast in de smaak het ganse weekend. Dan begon het lange wachten op een andere topper uit Groot-Brittannië en na enkele uren werd het lange wachten in het gezellige clubhuis beloond.
Voor het eerst sinds de airshows in de jaren 90 landde nog eens een zware penne via Tornado jachtbomwerper de Ursel. Een ware opsteker voor de organisatoren van het herdenkingsweekend, aangezien deelname van zulke toestellen in het buitenland steeds zeldzamer wordt, zeker op een niet-actieve basis zoals het reservevliegveld van Ursel. I'm Dutch Holland. I'm from 2 Squadron at RAF Marham, the navigator on the Tornado GR4 you can see behind me. So we flew in from Marham on Thursday night, having just returned from Afghanistan after a 5-month tour on operations, which is our primary role at the moment. But the Tornado GR4 is an all-weather, day-night capable low-level bomber, which can be utilised in the medium-level role these days. We're equipped typically with Paveway 4 or dual mode seeker brimstone and a targeting pod that we use to guide those weapons against targets we've been selected on. De aankomst van de Tornado op donderdagavond lokte al heel wat nieuwsgierigen naar het vliegveld. Op vrijdag kregen de Britse deelnemers het gezelschap van een CI Marchetti SF-260 van de Belgische luchtmacht. Een toestel voor elementaire vliegopleiding, afkomstig uit Bovenschaan. Dit toestel wordt ook gebruikt door het demonstratieteam van de Belgische luchtmacht, de Red Devils. Er kwamen 3 toestellen aan op vrijdagnamiddag te Ursel tijdens een hevige stortbui, waarvan er eentje achterbleef voor de staatse tentoonstelling tijdens het weekend. De 2 anderen vlogen voor het eind van de dag terug naar hun thuisbasis. Vrijdagavond vond de plechtige opening van het B67 herdenkingsmonument en infopad plaats. Bezoekers werden vanaf het huidige vliegveld naar de start van het infopad aan de overkant van de Urselse weg vervoerd met aangepaste vervoersmiddelen. Onder een dreigende wolkenhemel en voor een aanzienlijke groep sympathisanten knipte de toen nog waarnemend burgemeester van Knesselaren, Erne de Blare, officieel het lintje door en overhandigde het aan de coördinator en drijvende kracht achter de werkgroep B67, Kurt Plisson, de man die jaren ijverde voor dit herdenkingspad, waarna iedereen door het bos naar het herdenkingsmonument stapte onder begeleiding van Pipermuziek.
ook aanwezig tijdens de ceremonie, waren enkele militairen van het hedendaagse Britse 609 Squadron. Een van de vier smaldelen dat tijdens oktober 1944 te Ursel gebaseerd was met Hawker Typhoon jachtbomwerpers. Ze ondersteunden de slag om de Scheldemonding en de bevrijding van Duinkerken vanuit de lucht. Dit smaldeel maakt nu deel uit van het RAF Reserve Regiment en doet voornamelijk vliegveldbewaking tijdens operaties. Billy the Goat, reeds sinds de Tweede Wereldoorlog de squadronmascotte en gepromoveerd tot Air Commodore, mocht natuurlijk niet ontbreken. Kijken we allemaal naar boven. De ceremonie werd officieel geopend door Formation Team The Victors, die een Missing Man formatie uitvoerden boven het monument dat later onthuld zou worden. Dus nu gaan de Victors de Missing Man formation doen. Dus één vliegtuig die verder de formatie verlaat. In zijn toespraak benadrukte burgemeester De Blare de samenwerking tussen de verschillende landen en instanties bij de totstandkoming van de site B67. Met de inhuldiging vandaag van het infopad en het monument van deze vervlogen verleden site willen we deze geschiedenis levendig houden. Ik wil ook vooral benadrukken en iedereen bedanken voor de zeer goede samenwerking die er is geweest tussen het gemeentebestuur, de werkgroep B67 en de vliegclub Urso, die uiteindelijk tot dat resultaat heeft geleid. Laat ons nu samen genieten, luisteren, bijleren en herdenken. Projectcoördinator Leader Plus, Annelies van Laken, schetste op haar beurt hoe de B67-site de omgeving en vooral het drongen goed gebied aanvult. Enerzijds hebben we hier een heel stuk boeiend geschiedenis dat dit stuk ademt. Anderzijds hebben we hier ook natuurlijk een stuk rust. Waar we nu vandaag zitten. Deze prachtige vergezichten en deze prachtige natuur dat u hier ziet, is een typisch onderdeel van het landschapspark Drongenhoed, waarin dit attractiepunt zich bevindt. Deze vervlogen verledensite, zoals de naam ook verklapt, is ook symbool dus voor een stuk bijzonder vervlogen Meetjesland oorlogsverleden. Schepen Herlinde Transon wijden verder uit hoe de site een toeristische en economische troef is voor de ganse regio. Dit konden wij ontwikkelen dankzij het ledenproject Dynamische Dorpskernen door een beleefbaar drongengoedgebied. De bedoeling was om het hele gebied beleefbaarder te maken, te gaan promoten als toeristische bestemming. En momenteel wordt ook de laatste hand gelegd aan de website www.drongengoed.be. Uniek is dat de dorpskernen Knesselaren, Ursel en Kleid als poorten omheen het gebied liggen, zodat ook onze lokale ondernemers in die dorpen kunnen meegenieten van de gecreëerde meerwaarde. De voorzitter van Vliegclub Ursel, Jo van de Woestijnen, had oog voor de rol van het vliegveld op economisch vlak en voor de internationale reputatie van Ursel. Het recreatief vliegen maakt deel uit van de Urselse Vliegclub, maar wat weinig mensen weten is dat er ook een heuse Europese erkende vliegschool is, waar tal van militairen en burgerpiloten hun eerste vlieglessen hebben gekregen. En tal van deze piloten vliegen nu ook als burgerpiloot of militaire piloot wereldwijd en zelfs tot in China toe. Dus ja, vliegen in Ursel heeft ook een economisch toegevoegde waarde. Beste genodigden, ik kom hier niet alleen een beetje pleiten voor de luchtvaart. In al zijn facetten in Ursel, maar ik sta hier ook als een vierde voorzitter die beseft dat de luchtvaart, het vliegen in Ursel, deel uitmaakt van de Urselse samenleving, met als basis een belangrijk stuk luchtvaartgeschiedenis. Dan was het de beurt aan de leden van het huidige 609 Squadron om het monument te onthullen. Het monument werd geconstrueerd door Luc de Smet, lid van Vliegclub Ursel en Formation Team The Victors. When you're ready.
Vervolgens wees Flying Officer Anthony Barella op de historische rol van 609 Squadron. 609 Squadron is widely acknowledged to have been the best performing Typhoon Squadron, having been the first to achieve 50 enemy aircraft destroyed, and also the squadron with the highest score of 227 enemy aircraft destroyed. 609 were also the most efficient Typhoon Squadron in the 2nd Tactical Air Force, named by Chief Air Marshal Trafford Lee Mallory, AOC of the Allied Expeditionary Forces. 609 were already well known and a distinguished Spitfire squadron, and these achievements were in no small part due to the service of 50 Belgian pilots who contributed in one way or another, who fought and died with 609 since 1941. We, the members of 609 today, are no longer pilots but gunners of the RAF regiment. However, we are very aware of our traditions and proud to remember our illustrious history with the pilots who fought with us when Britain was alone. We acknowledge the close bond that exists between 609 and our Belgian friends, the Belgian Air Force, the Bravo 67 Work Group, the Wings of Memory Group, and last but not least, the Belgian branch of the 609 Association. Most especially our dear friend, Lieutenant Colonel Wilfred van Linden, who sadly passed away since our last visit 2 years ago. We are honoured to be here to remember the sacrifices and commemorate with you. Thank you for keeping our memories alive. Tally ho. Kurt Plisson van werkgroep B67 rondde de toespraken af. Ook schonk hij aandacht aan het waarom van het herdenkingsweekend. Deze avond is de start van een speciaal weekend met de werkgroep B67
En een team van 15 mensen van Vliegclub Ussel hebben getracht om een evenement op poten te zetten dat meer is dan de magie van het vliegen naar voren te brengen. Ussel heeft een kloppend hart voor luchtvaart, maar er is meer nodig om het vliegen te begrijpen. Naast dat kloppend hart is er ook een plaats nodig voor een ziel. Ik hoop dat wij die ziel bij de mensen kunnen wakker maken met het vervlogen Meetjesland weekend en de inhuldiging van deze vervlogen verledensite. De ontwikkeling en plaatsing van het monument en infopad gebeurt niet zonder slag of stoot en ik hoop samen met alle leden van de werkgroep en Vliegclub Ussel dat deze site gespaard mag blijven van onheil en vanaf nu een permanent instrument mag zijn om jong en oud iets bij te leren. Ik zou nu heel graag met veel overgave gans de geschiedenis van het Wereldoorlog 2 vliegveld Ussel aan u vertellen, maar dat zou betekenen dat we hier nog lang zouden zitten. Het kan misschien nog regenen. Dus ik heb gezorgd voor een alternatief, of wij hebben gezorgd voor een alternatief. Laat ons de geschiedenis eens laten passeren in de lucht. De bedoeling zal zijn dat we aan de hand van enkele vliegtuigen die gaan passeren, die gaan komen van achter u, gaan we proberen van de geschiedenis te vertalen. Om de ceremonie te besluiten, vlogen enkele historische toestellen over. Het eerste toestel was een SV-4C in de kleuren van de Franse luchtmacht, gepiloteerd door Tom Kuipers. Dit is passend omdat het vliegveld oorspronkelijk was gebouwd door de Belgische militaire luchtvaart om met de inzet van onder andere SV-5-vliegtuigen de Duitse invasie te proberen te stoppen. Het tweede toestel was een SV-4B in Belgische kleuren. Ussel werd tijdens de invasie als uitwijkvliegveld gebruikt door de Belgische luchtmacht. Dit toestel werd voorgevlogen door Stefan Braam, opgeleid bij Vliegclub Ussel. We spreken over de aanleg van het vliegveld in 1939. Zwaaien met de laatste paas van Stefan met zijn SPV-2. Het volgende vliegtuig is het gegeven van kaliber. De T6 Harvard in Belgische kleuren, een type opleidingstoestel tijdens de Tweede Wereldoorlog, stond symbool voor de andere Belgische jagers bij het begin van de oorlog. Aan boord vliegt Danica Boter. Een vastgeloten op te leren. Dus de eerste vliegtuig van zijn leven was het Tankenhut. En die is vernieuwd. Dat is gelijk bij type vliegtuig die als tweedekker, maar het tweede type vliegtuig, opleidingsvliegtuig, was meestal deze Harvard. Het volgende toestel was een Messerschmitt 208, nu afkomstig uit Noord-Frankrijk, om de periode van de Duitse bezetting en de uitbreiding van het vliegveld te Ussel onder de aandacht te brengen. Het vliegveld van de Luftwaffe blijft volledig gebouwd. Er is iets ontwikkeld op Ussel. Zowel op Ussel als verder ook. Ze hebben een soort vliegtuig ontwikkeld dat in die tijd onbestaande was. Je had twee type
Remco Seiben, afkomstig uit Nederlands-Limburg, herdacht de periode van de bevrijding en operaties door de Britse luchtmacht met zijn Stinson AT-19 Reliant uit 1943. Een echte D-Day-veteraan. De Bulldog was een Brits opleidingstoestel in de jaren 70 en 80 en vertegenwoordigde de periode van het NAVO-reservevliegveld. Dit vliegtuig is nu in burgerhanden en staat gestationeerd te Ursel. Ja, dank voor uw aandacht. Terwijl Mike en Kurt nog twee passes gaan doen. Tot slot van de avond werd iedereen vanaf de start van het infopad terug naar het huidige vliegveld vervoerd, waar met een drankje kon worden nagenoten in een warme avondzon, terwijl nog enkele deelnemende toestellen voor de open deur binnenkwamen, zoals deze prachtige broussard van Remo Aircraft Restorations te Antwerpen. Het clubhuis was zoals steeds geopend voor iedereen, terwijl de sponsors in de VIP-tent op hun wenken werden bediend. Tijdens het weekend opende het vliegveld al om 10 uur de deuren om bezoekers te ontvangen. Naast vliegtuigen waren er ook oude voertuigen te bewonderen. Daarnaast waren er ook promotiestands van Defensie en lokale verenigingen en handelaars. F-16-piloten die ook lid zijn van Vliegclub Ursel stelden het ganse weekend trots hun toestel voor aan het publiek. Six-on-Nine Squadron had een kamp opgezet en toonde bezoekers het hele weekend hoe ze opereren en lieten hen zelfs proeven van hun noodrandsoelen. Inclusief een kookles hoe deze best bereid kunnen worden. In de hangar van Vliegtuig Ursel bevond zich een overzichtstentoonstelling van Formation Team The Victors, naast brokstukken van vliegtuigen die in de regio werden neergehaald tijdens de Tweede Wereldoorlog. Geïnteresseerden konden ook een kunstwerk kopen gewijd aan de B-67-site van de hand van Brugse kunstenaar Kurt Basley. De meeste aandacht ging echter naar een uitgebreide tentoonstelling gewijd aan de Eerste Wereldoorlog die 100 jaar eerder van start ging. Prachtige informatiepanelen flankeerden het pronkstuk van deze herdenking, de Morand-Saulnier 376 Parasol L van het Ypres VTI.
Dit type vliegtuig deed vanaf 1914 dienst bij het Franse leger en geeft een zeer goede indruk van de eerste stappen van de militaire luchtvaart. Schaalmodellen van toestellen die later in de Eerste Wereldoorlog dienst deden, toonden zeer goed aan hoe de luchtvaart evolueerde tussen 1914 en 1918. Werkgroep B67 had ook een fototentoonstelling tijdens Open Deur en vrijwilligers van de werkgroep waren steeds bereid meer uitleg te verschaffen aan bezoekers. Maar het hoogtepunt waren natuurlijk de toestellen die op bezoek kwamen. Een van de blikvangers van de staatse tentoonstelling was de OV-10 Bronco, een toestel voor verkenning en luchtondersteuning, gevlogen door Tony de Bruin en afkomstig uit Wevelgem bij Kortrijk. Dit vliegtuig kwam aan in stijl, geflankeerd door het Ursulse Formation Team, de Victors. De Bronco stamt uit de Vietnamperiode en wordt aangedreven door twee turbopropmotoren. Deze Bronco staat in Duitse kleuren. Bij de Duitse luchtmacht deed de Bronco voornamelijk dienst als sleeptoestel voor luchtdoelen tijdens schietoefeningen. De Bronco maakte enkele lokale vluchten tijdens het weekend en wist telkens de aandacht te trekken van het talrijk opgekomen publiek. Hier zien we de informatie met een andere blikvanger op Ursulse evenementen, de Stinson Reliant, een Brits verbindings- en verkenningstoestel uit de Tweede Wereldoorlog. Dit toestel is afkomstig uit Nederland en wordt gevlogen door Remco Seiben. Op de vleugels van de Stinson kan u duidelijk de invasiestrepen bemerken die vliegtuigen droegen tijdens D-Day en de bevrijding om hen te onderscheiden van vijandelijke toestellen. De drukte op het vliegveld was indrukwekkend, met bezoekende toestellen en lokale toestellen die voor een gezellige drukte zorgden in het Ursulse luchtruim. Bij de bezoekende toestellen zaten soms onverwachte pareltjes, zoals deze Slingsby T-67 Firefly, een voormalig opleidingstoestel voor militaire piloten. Of een verbindingsvliegtuig uit het Interbellum en de Golden Years of Aviation, de Amerikaanse Beechcraft Staggerwing. Er was ook plaats voor romantiek, met gehuwden die de Flying gebruikten voor een unieke huwelijksreportage.
of een heus spectaculair huwelijksaanzoek in de lucht, waarbij de Stinson Reliant met het koppel aan boord naast een toestel met spandoek met huwelijksaanzoek vloog. Op de grond bleven de historische toestellen inmiddels binnenstromen, waaronder deze Piper Cub van het Belgische civiele 369 Squadron, of deze Austrian Mark V, een type vliegtuig van de Royal Air Force dat tijdens de herfst van 1944 te Ursel landde met aan boord Major Scott, bevelhebber van 123 Wing, die vervolgens het bevel gaf om het vliegveld uit te bouwen tot het B-67 vliegveld. De Broussard was een Frans verbindingsvliegtuig ontwikkeld in de jaren 50. Het biedt plaats aan 6 personen. Tijdens de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog werd het onder andere gebruikt als artillerieondersteuning en om gewonden te evacueren. Net als de Broussard maakte deze SV-4C deel uit van de delegatie van Remo Aircraft Restoration uit Antwerpen. De Havilland Canada Chipmunk was een trainingstoestel dat werd ontwikkeld om de Tiger Moth op te volgen na de Tweede Wereldoorlog. Het vloog voor het eerst in 1946 en deed dienst in meer dan 20 landen. Deze Harvard in de kleuren van de Belgische luchtmacht werd voorgesteld door Danica Boter van het Stampa en Vertongen Museum in Antwerpen. De Harvard deed dienst in de Belgische luchtmacht vanaf de basis Kamina in het toenmalige Belgisch Congo tijdens de jaren 50. De T-28 Trojan was een krachtig trainingsvliegtuig uit de jaren 50 dat bedoeld was om piloten voor te bereiden op de jets die toen in dienst kwamen. Het werd ook gebruikt als aanvalsvliegtuig in de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog en in Vietnam.
Tijdens het vervlogen Meertjeslandweekend daagden twee TR-28's op, eentje gevlogen door Chris van den Berg en een tweede toestel gevlogen door Luc Hellings. De PC-7 is nog steeds in actief dienst als trainingsvliegtuig bij verschillende luchtmachten over de ganse wereld. Dit toestel is afkomstig uit Schwarzberg. Deze Noralfa M1100 is gebaseerd op de Duitse ME-208 uit de Tweede Wereldoorlog, een communicatie- en verbindingstoestel met plaats voor 4 personen. Op zondagnamiddag werden de toestellen gezegend tijdens de vliegtuigwijding door een padre van de Belgische luchtmacht om piloten en passagiers te behoeden voor ongelukken. Ze kregen na de wijding een sticker van Ons Lieve Vrouw van Loreto mee als aandenken. Ook op zondagnamiddag kwam de Belgische luchtmacht langs met een Seeking reddingshelikopter als vervanger voor de afwezige Alpha Jet, maar deze moest al gauw opnieuw vertrekken wegens een noodoproep. Op zondag kwam een bijzondere gast over vanaf de Nederlandse vliegbasis Gilserijen. Mensen, goedemiddag. Mijn naam is Chris Lorraine. Ik vlieg namens de Nederlandse Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht. En vandaag heb ik de Supermarine Spitfire mee. De Historische Vlucht heeft 1 Spitfire. De eigenaar is de Nederlandse staat, de Koninklijke Luchtmacht. Maar de Spitfire is civiel geregistreerd en voor alle lusten en lasten in handen gegeven van de stichting. Het vliegtuig is gebouwd in 1944. Het is een D-Day Spitfire. Vloog boven de stranden van Normandië op 6 juni. Tevens ook 7 en 8 juni 1944 en ook 6 juni 2014, daar mocht ik mee vliegen. Dus het vliegtuig is 70 jaar oud. Het is een Mark 9 Spitfire, dus een van de latere merken. Het heeft een Rolls-Royce Merlin motor. Het is niet een organiek Spitfire motor, dit is uit een Lancaster, dus geen supercharger. Maar krap 1600 pk, 3000 toeren, 23 liter motorinhoud. 85 gallon, 380 liter ongeveer aan brandstof aan boord en een normale kruissnelheid van 210 knopen, 230 knopen. Als wij harder willen, we mogen tot 300 knopen. Het organieke vliegtuig mag harder, maar in het kader van historisch behoud en beleid, dan gebruiken we niet vol motorvermogen en ook niet de snelheid. We besluiten deze terugblik op het vervlogen Meertjeslandweekend met het jarige formation team de Victors van Vliegclub Ursel. Hallo, ik ben Manu de Kranen. Ik ben de flight lead van formation team de Victors.
Wij zijn ontstaan in 2004. Hè. Dat betekent dus dat we dit jaar onze 10e verjaardag vieren. Wij zijn ontstaan initieel met 3 piloten in de vliegclub Ursel. En ondertussen zijn we verder uitgegroeid naar 6 piloten. Maar voornamelijk geven wij displays met 4 vliegtuigen. 4 Piper 28 Alpha vliegtuigen. Dat betekent kleine trainingsvliegtuigen, 160 pk. No aerobatic manoeuvres kunnen we daarmee doen. Maar toch proberen we met deze zeer bekende trainingsvliegtuigen toch mooie formaties voor te vliegen. En dit doen we dus nu reeds voor 10 jaar. Wij hebben al een 130 displays gegeven, waarvan verschillende in het buitenland, onder andere Slowakije, Finland en hopelijk volgend jaar ook naar Spanje. In België hebben we deelgenomen aan de meeste airshows sedert 2006. Voornamelijk de airshows die georganiseerd werden door de Belgische luchtmacht. Maar ook voornamelijk Sanicol, waar we toch al een zevental jaren opeenvolgend naartoe zijn geweest. Wij proberen mooie formaties voor te vliegen, waaronder een Diamond Formation, een Zwaanformatie, Swan Formation. En dan natuurlijk, omdat we ook ambassadeurs zijn van het B-67 vliegveld, waar vroeger de Typhoons op het einde van de Tweede Wereldoorlog gestationeerd waren, doen wij ook een Typhoon Break in het midden van onze display om dit te herdenken. En op het einde natuurlijk onze fameuze split die we doen voor onze display te beëindigen. Wij hopen dat jullie daar allemaal van genieten en zien u graag op een van de volgende evenementen. In de formatie hier ziet u me nu voorop, gevolgd door Luc de Smet aan de linkervleugel, Rick de Smet aan de rechtervleugel en Steven Teldeman achteraan de formatie. Hier bereidde Victor zich voor op de Typhoon Break waar Liederman nu de kranen het over had. Inmiddels bereidt de Stins Reliant zich voor om een speciale formatie te brengen aan het einde van de display van de Victors. Normaal gesproken betekent deze break het einde van de Victors display, maar op zondag brachten ze een uitsmijter.
samen met een extra piloot van de Victors, Freek van Hifte, brachten ze het weekend tot een passend orgelpunt. Verleden en heden ziet u hier samen in de lucht. Een passend symbool voor het thema van het vervlogen Meetjesland weekend. Om te besluiten, de Victors in een Missing Man formatie, samen met de Stinson Reliant als eerbetoon aan piloten en ground crew die op B67 Ursel hebben gediend.